ik al best meteen met zeggen, dat was niet de afspraak. Hoe kan dat nou? Dit was niet de afspraak. Maar ik ben dan al uit op het uiteindelijke doel. Ja, bereik wel het doel. Ja, ja. Ja, en soms is het nodig, ja, sorry, maar soms is het ook nodig om streng te zijn. Ook naar ons toe, hè. Want ja. Strengheid mag over en weer. Ja. Alle partners mogen de provincie ook aanspreken. Maar als afspraken niet gehaald worden, ja, moeten we elkaar nog aan durven spreken. Ja, ja. Dus wij zullen ze echt streng zijn. Dus je komt dat je confronteert. Dus wat voor punten denk je dat het nodig is om elkaar aan te spreken in Gelderland? Deze mensen, als ze aan de gang gaan samen, zoals ze aan de gang zijn samen. Nou, op dit moment denk ik dat de noodzaak om elkaar aan te spreken er niet is, juist omdat we hier met z'n allen zitten. We zitten hier omdat we ons ervan bewust zijn dat er heel veel verandering is in deze samenleving. We weten niet precies waar het naartoe gaat, niemand weet het. En het feit dat we hier met zoveel mensen vandaag bij elkaar zijn, want ik was echt verrast door het aantal inschrijvingen. Hoeveel zijn er? Ja, 300. We hebben gewoon het maximaal aantal behaald. Ja, het was vast over. Ja. Volgende keer. Ja, maar het feit dat we hier dus zitten en dat iedereen hier urgentie voelt om dit gesprek te voeren, ja, dat geeft mij het gevoel dat we nu niet op het punt zijn dat we met elkaar streng moeten zijn. We moeten nu juist dat gesprek met elkaar voeren. Oké, maar de kwesties, wat zijn de kwesties die heet hangijzers zijn, denk je? Nou, de kwesties zijn dat er heel veel.